100 meter nog. Vijftig meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de Mary Darby C. En het is na de start aan de binnenkant Caitlin Scott die leidt. Caitlin Scott, aan de buitenzijde komt Cornelia Unia. Veel paarden en rijders proberen hun positie zo goed mogelijk te krijgen voor het ingaan van de bocht. Maar geen is beter dan die van Caitlin Scott, als je die positie tenminste ambieert. De kop- en koordpositie, de leidende positie. En ze gaan de eerste bocht door op weg naar de overzijde van de baan. Tweede plaats is voor Classic Groenhof. En daarachter volgt in derde stelling aan de binnenkant de 7. Terwijl de 3 Charlie J wordt uitgeschakeld wegens galopades en de paarden voor de eerste maal aan de overzijde van de baan zijn. Aan de buitenzijde zien we de opmars van Change Me Never. En Change Me Never wordt gevolgd door de aan de binnenzijde liggende Classic Lane. En achter Classic Lane is het Cool Surprise met Cypress Boko. Wat verder weg hebben we dan Casey Newport. En die wordt gevolgd door de laatste 3 paarden. Dat zijn Confiance BD, Capriciosa J en Chica. Deelnemers zijn einde overzijde voor de eerste maal. Gaan nu de landscheidingsbocht in en doen dat onder aanvoering van Caitlin Scott. Caitlin Scott en Dion Tesselaar heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Daar komt aan de buitenzijde de aanval van de nummer 13 en dat is Circle of Moments. Circle of Moments die zet scherp na als de paarden de bocht doorkomen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Aan de binnenzijde daarachter is het dan Classic Groenhof en zo zijn ze dan zo dadelijk weer voor de tribunes. We kijken nog even naar de staart van het veld. Daar ligt Chica. Die kreeg een onmogelijke uitgangspositie in de openingsfase en de voorlaatste is Confiance BD. Paarden halverwege de rechte lijn voor de tribune langs de intersectie. Met nog altijd Caitlin Scott. In de dead seat zien we daarachter Circle of Moments. Aan de binnenkant volgt dan Classic Groenhof en die wordt gevolgd door Change Me Never, maar aan de binnenzijde dan Chiola di Quattro, gevolgd door Classic Lane. En achter Classic Lane is het aan de binnenzijde dan Cornelia Unia. Zo gaan we de laatste ronde in. Met verder weg Cypress Boko en daarachter Cool Surprise. Achter Cool Surprise hebben we dan Casey Newport. En zo zijn de paarden dan in de bocht en galoppaden daar voor Circle of Moments. Die valt helemaal terug naar de laatste gelederen. En de deelnemers zijn op weg naar de overkant van de baan met nog 1000 meter te gaan in de Mary Darby C. En nog altijd Caitlin Scott die het veld te weg wijst. Caitlin Scott, anderhalve lengte voorsprong op Classic Groenhof. Op de derde plaats is het Chiola di Quattro. Dan volgt Change Me Never. Change Me Never die weinig respons geeft op de druk van zijn rijder. Aan de binnenzijde volgt dan Cornelia Unia. Met daarachter Classic Lane. En dan volgt Cool Surprise. En achter Cool Surprise is het Cypress Boko. Die gevolgd wordt door Capriciosa J. Met daarachter dan Casey Newport. Dan volgt Chica. En zo zijn de paarden op weg nu naar de laatste bocht. En bij het indraaien van de laatste bocht is het onveranderd Caitlin Scott. Caitlin Scott de leider heeft nog een concurrent gezien de hele koers. Op de tweede plaats Chiola di Quattro. En daarachter op de derde plaats dan Classic Groenhof met Change Me Never. En aan de buitenzijde Classic Lane. En zo zijn we in de laatste rechte lijn met nog 400 meter te gaan. En het is nog altijd Caitlin Scott die leidt. Caitlin Scott heeft het commando. Op de tweede plaats daarachter dan Chiola di Quattro. En daarachter komt aan de binnenzijde Cornelia Unia naar voren. En zo zijn ze de laatste meters. Cornelia Unia, gaat hij er een mooie double van maken, Robin Bakker. Hij heeft hier het commando met Cornelia Unia. En loopt hij weg, 2 lengte, maar daar komt aan de buitenzijde de 4 naar voren. Classic Lane, Cornelia Unia. Het kan niet stuk vandaag voor Bakker. Cornelia Unia wint de Mary Darby. Classic Lane tweede. Daarachter volgt Change Me Never. En die wordt dan gevolgd door de overige paarden zoals daar zijn. Chiola di Quattro. We zien de euforische toestanden, maar we moeten nog heel even wachten met de officiële huldiging. De uitslag is nog niet officieel. We wachten geduldig af, Martin. Ja, groen licht. We mogen gaan huldigen Cornelia Unia en Robin Bakker.
En dat betekent dat we kunnen uitnodigen, dames en heren, de man van de dag, Robin Bakker. Hij schrijft beide derbies op zijn naam. En nu doet hij het met Cornelia Ulia voor de heer Sleutel. 3 jaar oud, deze bruine merrie van Incredible Hulk uit Vrouwen van Unia. Gefokt door Stal Unia in bezit van de heer Sleutel. Paard wordt getraind door Rob de Vlieger en voortreffelijk gereden door Robin Bakker. Namens Paul Munder van de Stichting NDR, ereprijzen en bloemen voor Robin Bakker. En de fotografen die doen hun werk. Een trotse fokker aan het hoofd van deze Cornelia Unia. We gaan een hele mooie groepsfoto maken. Robin Bakker en de heer Sleutel. Mr. Merrie Derby, mogen we hem wel noemen. Zijn Anki Kivitsov deed het in Duitsland met dezelfde piqueur als vandaag. En Robin Bakker maakt de droom van meneer Sleutel waar op deze zondag hier op de Rembuinicht. Cornelia Unia, een veilingkoopje. Niemand wilde er eigenlijk hebben. En dit is de winnares geworden van de Merrie Derby C. Dames en heren, mag ik een applaus voor Robin Bakker. De grootheid van vandaag en de Merrie Cornelia Unia. Robin, jongen, gefeliciteerd. Ja, dan heb je zo'n dag dat je de derby al gewonnen hebt. Dan valt er natuurlijk een hoop spanning van je af met zo'n paard. En dan lukt alles. En dan gaan ze gewoon naar buiten voor je op het laatste stuk. Ja, dan lukt het gewoon. En je zit natuurlijk al een stuk lekkerder op de kar. Ik moet zeggen, spanning viel gelukkig mee vandaag. En je rijdt gewoon lekker. Vol zelfvertrouwen. En ja, dan lukt het ook. Is dat iets wat jou in het verleden veel part heeft gespeeld, spanning? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er gelukkig niet zoveel last van. En natuurlijk heb je altijd even gezonde spanning. Maar als je eenmaal op die kar zit, dan... Maakt het niet uit of het een koersje is op Alkmaar of een derby hier. Daar denk je dan even niet meer over na, dan ben je met je paard bezig. Ja, klopt. En, hier werk je natuurlijk naartoe en Sweepstakes was natuurlijk al fantastisch voor haar. En ik zeg nou de derby nog en dan wordt ze heel ziek en dan doe je er alles aan. En dan werk je echt hier naartoe en als het dan lukt is het natuurlijk geweldig voor iedereen, voor de eigenaren, voor de trainer, voor alles. Je noemt de eigenaar al, meneer Sleutel, op dit moment aan het hoofd van het paard. Het is een hele bijzondere man. Hij is geloof ik op zijn 80ste in de paarden gegaan. Hij heeft nu een heleboel paarden bij jullie staan. Je won de Merrie Derby voor hem met Anki Kivitsov en nu dit. Ja, klopt. Dat was natuurlijk al fantastisch. En die man, ik moet zeggen, die heeft oog voor de paarden. Want hij gaat naar de veiling en hij koopt een paard wat er normaal staat. En hij heeft het niet slecht gedaan. Nee, fantastisch paardje. Robin gaat genieten van nog een ereronde. Je vader heeft je helm inmiddels op. Nou ja, die hoef je ook niet meer terug. Robin Bakker, dames en heren, hij wint hier op schitterende wijze. Merrie Derby C met Cornelia Unia. Alle ereprijzen zijn inmiddels overhandigd. Wat rest, dat is de ereronde van Robin Bakker. En die gaat u nu maken, dames en heren. En dan gaan we, dames en heren. We gaan voorrijden met de winnaars van de Merrie Derby C. En dat zijn geworden Cornelia Unia en Robin Bakker. De krans vindt ze niet leuk, maar haar paarden waren groot. Sam!